Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Road to 20.000 puntjes. Ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag niet met Dennis. Ik ben vandaag niet met Santino. Ik ben vandaag samen met de enige echte... Hallo? Ja. Ja, met wie? Jan! Ik deed expres. Oh, nou wat aardig. Oh, oh nee! Zo, we werden kaart in ons gepakt. Ja, daar kwam even in de seconds. Er is sowieso eentje met een RPG of zo. Je moet even in de gaten houden. Ah, oh, shit. Ik heb hem down. Gewoon als een retard in, jongen. Holy fucking titel. Ze zit op B. Ze zit op B. Kut. Dat is kut. Ze hebben smokes. Ah, kak. Oh nee, Jan. Kan je nog die sniper herinneren waar je 3 kogels uit burst? P06. Ja, die staat in een raampje, dan weet je het even, ja? Oké, dat was te laat. Als je nou meteen, als je nou niet eerst een vraag stelt, dan uitleg, maar als je gewoon meteen zegt, staat de sniper in het raampje, dan was ik niet dood. Ik ga eerst een uitleg geven, dan ga ik niet dood, lul. Ja, ik ga even uitleggen welke sniper daar staat. Oh my god, ze zitten te campen als de Er staan 2 in de kutkamer. Eentje neer. De tweede staat, er staan weer 2 in de kutkamer. Ik sta op A. We moeten de vlag gaan pakken, man, dit is echt kut, want ze zit als kaartspan trappen namelijk. Dat is niet leuk. Oké, ik ben bij B. Ik ga het Nancy voor! Ik sta nog steeds op B. We hebben B! Ja, kut Bressie, fuck. Oké, we hebben B. Nu moeten we hem houden. Gewoon blijven campen, jouw spannen. Dat deden zij ook. We gaan ze gewoon terugpakken. Oh, gaan we dat zo ook doen? Oké, okay, ja, mag gewoon. Ik heb wel een UAV klaarstaan. Ik ga hem alleen niet inkallen, dan hebben we geen zak aan, maar... Team, haal die counter uit. Als zij zo gaan spelen, krijgen ze hem terug ook, jongen. Nu gaan wij de hele tijd op B staan. Haal die counter UAV eruit als je met een dikke granaat dingen schiet. Man, schiet dat ding gewoon weg. Ja, dat is wat moeilijk hoor. Wat, zo'n counter UAV eruit halen? Ja, met een war machine als jij. Zoals jij... Nee, hij heeft geen war machine, hij heeft gewoon zo'n bezoek aan zijn hand. Zo. Ah, weer. Nee joh, ze hebben haymakers. Bressies. Ze hebben een hater. Oh, die camper zit achter in de map, ze hebben een hater. Kut, ik heb geen counter, fuck. Oh, en dan nog met een hater vlies je bijna het gevecht. Oh my god, jongen. Ga de B-vlag pakken en vang die fucking leiding maar op. Dank je. Mijn B-vlag, staat je raski op. Oh my god, op je smoel! Hier, counter, hoppatee! Teammates, ik zweer het je. Kunnen we gewoon een keertje geen team? Ik zweer het je. Solo army. Fucking hell, jongen. Ik zie die teammates gewoon langs die enemy lopen. Oh, aha. Ik kan er zo niet tegen. Hostile UAV spotted met de counter UAV erin. Lekker hoor. Ja, doe ik ook een tijd, toch? Gewoon inroepen die shit. Oh. Zit er één in onze span. Ik had 200 punten weer voor een hater. Ik ben echt dom dat ik gewoon elke keer gewoon als een mogol erin ren. Heb een keer anti-up aan en dan heb je al 100 punten minder nodig. Ah, oh, ze lopen... Als je naar hen toe loopt, links. Achter de muur zitten ze. Ah, vieze scheidzooi. Oh jee. Deze mensen spelen echt noob. Ze spelen heel traag. Hoe speel je noob, Jan? Dat wil ik ook leren. Nou, gewoon half camp. Teammate, ga aan de kant met je! Ze trainen op B! Ja, ik wil naar B rennen met ons teammate. Ja, beter verliezen die B nog niet. Dan is het... Ja, ze hebben weer een hater. Fuck my life. Ja, dat is die camper. Er zit één iemand te campen, die haalt die haters. Kijk maar, die staat 23 om 1. En die zit helemaal achter in de map. Die komt er niet uit, die vent. En die haalt zijn haters. Die zit alleen maar te campen. Dat soort mensen verneuken die game zo hard, jongen. Dat is ongelooflijk. Wie is die gast dan? Ja, hij is dood. Volgens mij had ik hem gekilled net. Weet niet zeker. Oh, mijn game liep vast. Oh, gelukkig. Ja, dat hij niet vast loopt, maar nee, eventjes. Nee, ik dacht eerst dat hij vast liep, maar hij ging het gelukkig. Ah, waarom zou je zo lang campen op die muur? Is dat die gast? Ja, die gast die campt dus links achter in de map op de muur. Ja, dat dacht ik dus al. Wat is dat nou? Echt een vieze rik, jongen, ik zweer het je. Ah. De Engelse span. Ja, dit zijn echt. Als ze die fan niet hadden, jongen, dan waren ze zo hard al dood gegaan. Ja, maar ja, iedereen kan wel met ik een hater winnen, toch? Wat, er zaten er nog meer op. Kut. Dit is een kut game, man. We houden daarop. Boom, dubbeltje. Op je smoel. Opbokken. Komt er één naar je toe, Babo? Ah ja, net te laat. Ik wou net aimen. Teammate, waarom ga je...
Ja, iemand heeft wel opgepakt. Onze team staat gewoon stil. Ga fucking iets doen, joh, met je kutkop. Je gaat dan niet stilstaan. Als je het bericht wil sturen, kan dat toch niet, want... Privacy settings staan aan. Hij staat alleen te campen op een zand met zijn P06. Ik liep door de kutkamer, ik loop nu naar zand. Hij is dood, hij is dood, hij is dood. Ik sta in... Oh! Yo, gek. Die I am Rhymes moet je in de gaten houden, dat is echt een vieze camper. De Rhymes die rent erop af, maar I am Rhymes die campt. Die bedoelde je? Ja, die bedoelde ik. Die zat te campen, jongen. Oh, hey, maar kijk, nu draai ik me om. Ik snap echt niet hoe je zo kan spelen, man. Nu draai ik me om, kijk, en toen wou ik deze... Ja, ja, maar of je is een andere vraag. Ja, het zou erom spannen. Oh shit, ik mag niet naar de score kijken. Ik keek niet naar de score, ik keek naar de kills. Grapje. Maar dat maakt niet uit. We moeten... Ja, kut, man. Volgens mij gaan we dit nooit halen, deze. Nee, maar die Iron Rise verneukt het, jongen. Dat is een vieze... Ik heb wel respect voor zijn maat. Hij zit in de party, maar voor hem niet. Respect voor zijn... Doei, niet over de muren rennen. Oh, ze komen! Oh, wat heb jij mazzel daar, vriend. Wauw, hij zit op de auto! Op de auto beter pakken! Dankjewel, team. Je hebt fucking 6 War Machine codes voor nodig gehad. In onze rug! Waar? Ja, vanaf onze span. Naar B toe. Ik ben nu B aan het pakken. Ja, die vent zit gewoon in ons huisje gewoon. Oké, never mind. Zit op B. Nieuw B. Oh my god, ga je serieus in dat huisje campen? Dat is dus die kutcamp, jongen. Oh, wat een verschrikkelijke... Dat is zo vies, jongen. Ik maak geen grap, hè. Ik zeg het. Oh, wat een smerige camp. Hij zit gewoon in het hoekje. Hij zit allemaal te campen in onze spannen, jongen. Die weet ook niks in de gaten dat die mensen B aan het pakken zijn. Nou ja, ik ga ook niet positief, maar... Ja, maar ik snap niet hoe we altijd een kutteam kunnen krijgen. Het is gewoon ongelofelijk. Echt. Oh, je wordt zo hard verneukt als je tegen een camper speelt. Ja, één iemand, die had zijn streaks namelijk. Daardoor ga jij verkut. Oh, yo, twee man via Saltelen, ren nu naar mid. Eentje neer, de andere zit in ons huisje. Die is ook neer, we hebben B. Heb je het huisje neer? Fuck my life. Oh, die heb je hier, ja. En onze Reaper, die staat gewoon weer niks te doen. Ja, nee, die zat mij te killsteven. Oh, dit is echt een drama potje, man. Ja, dit is een scheidgame. Maar dit is echt een lekkere map. En hoe kan je zo'n map dan zo verneuken? Dat vind ik zo jammer. Zitten er twee te campen. Die twee die verneuken. Dat vind ik het jammer dat van Call of Duty. Want je zit met 6 man in zo'n team. Maar als één iemand irritant gaat spelen, dan verneukt het hele potje. Oh shit, ik riep mijn UAV in. Dat was mijn schuld. Sorry voor de killsteal. Ja, maakt niet uit als we maar die punten krijgen. Als we die B. Als ik win, vind ik het goed. Hier met je dikke, vette camphoofd opbokken. Kijk, wat spannend daar. Opbokken met jullie camphoofden. Ja, hij staat nu ook te campen. Ik heb nu schijt aan zijn. Nee, ik ga niet campen, maar ik heb wel schijt hekel aan deze campers. Als mensen tegen mij gaan campen, oh, hij staat... Oh, nu gaat hij... Ging hij me nou teabacken? Echt, ik zit er zo'n schijtteam achter mij aan, jongen. Oh, daar had ik dat. Hier, op je smoel! Zit de beter pakken! Ik loop erheen. Ah, ja! Yes. Lekker voor je, Yara. Ja, sorry, jongen. Het spijt me. Was een Yara. Ja, weet ik, maar die vent hebben op mij gemunt. Dat mag. Dat mag het, hè. Campertje dood. Er zit er eentje in onze span, onderaan. Yara weer dood. Kap met je scheidgecamp nou hier. Je doet de hele fucking tijd. Oh, wat de hel, ik stond in de fik. Ik vind dat zo'n stomme purifier ding. Ja, dat ding is sterk hoor. Ja, die komt gewoon binnenstormen en die doet dat ding activeren en je bent dood. Ja, je hoeft maar iemand 1 seconde te raken en je hebt die kill sowieso. Man. Teamgenoot, staat er eentje naast je. Kom via zand. Ja, lekker dood. Nog een. Counter UAV destroyed. Dat hoor ik echt de hele tijd. Dood, weer de Yara dood. Oh, die Yara, ik heb die gast zo... Ja, hij gebruikt een haymaker, man. Hij heeft op mij gemunt, die fans. Hij rent. Oh my god! Ze staan met z'n tweeën in die kutkamer gewoon die opening te beschermen van beide hoeken. Oh my god, dat is wel echt erg, hoor. Lekker sentry. Oh. Ze kunnen niet meer over zand komen, man. Ik heb er helemaal geblokt met sentry guns.
Oh my god, er staat gewoon een kutkamer, wauw. Ja, dat zeg ik. Ze stonden gewoon te campen met z'n tweeën. Kom hier. Met je hoofd. Oh, nu staan ze te snipen op de kutkamer. Dat is wel echt extreem. Oh, nu staan ze naar A. Ja, ze hebben aangepakt. Ah, balen. Snel. Ik heb hem. Ja, wow. Net, echt net. Ik zat even zo op mijn wenkbrauw te krabben van, ah, ik heb een beetje jeuk. Ik dacht, krap even, weet je wel. Maar... Oké, daar zat in de raam zit iets snel uitdouwen. Ah, lekker. Fuck op, maat. Gaan we nu even niet meer doen, hè? We worden nu wel geowned, hoor. Ik ben een beetje terug aan campen, nu worden ze gerekt, jongen. Dat wil je niet weten. Nou, lekker voor ze. Ben een laatste potje erop, man. Ik had hem wel even door kunnen spelen tegen deze mensen. Oh, en? Lekker voor ze. Nee, lange na niet. Nee, ik ben in de buurt gekomen van de 10k, maar ja. Jammer, want de eerste ronde is slecht, man. Nou ja, weet je, ze hebben gewoon... What the fuck? Deze killcam, hoe dan? Hoe bedenk je het? Oké, nou ja. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe route. 20.000 punten. Vond je het leuk? Vergeet te abonneren op Jaraske geven. Mijn klas dus mocht je dag gaan bij Superheld. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe route. 20.000 punten. En zoals gewoonlijk zeg ik tegen jullie altijd. Ciao! Yo!